Niet meer dan 5 inzittenden overleefden de vliegramp van gisteravond in Washington. Het aantal slachtoffers, 6 automobilisten meegerekend, is 81. De Duitse bondskanselier Schmidt krijgt steeds meer moeite met de verdediging van zijn gematigde Polenpolitiek. Er is vandaag nog geen datum vastgesteld voor een Elfstedentocht op de schaats door Friesland. Het ijs is op veel plaatsen nog onbetrouwbaar. Goedenavond. 81 doden, 5 overlevenden, dat is de voorlopige balans van de vliegramp in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Onder de 81 doden die zijn geteld zijn 6 inzittenden van auto's. Auto's die op de brug reden toen het vliegtuig daar vlak na het opstijgen tegenaan vloog en in stukken terecht kwam in de ijsschotsen van de Potomac rivier. De auto's werden als luciferdoosjes in elkaar gedrukt. Snijbranders moesten er vaak aan te pas komen om de inzittenden te bevrijden. Voor 6 van hen kwam deze hulp te laat en bovendien weet men nog steeds niet zeker of er auto's in de rivier zijn verdwenen. Met politiehelikopters werd geprobeerd de weinige overlevenden uit het water te trekken, maar verstijfde vingers konden niet altijd vasthouden. Een toeschouwer tenslotte sprong het water in en redde deze drenkeling, een stewardess van het verongelukte vliegtuig. Het was op het nippertje. Nog een redding, een vrouw die de reddingslijn vast kon blijven houden. Alle 5 geredde mensen zijn buiten levensgevaar. Duikers zijn nu begonnen met het zoeken naar de slachtoffers. Het is een moeizaam zoeken onder het ijs. De politie verwacht dat het nog dagen in beslag zal nemen. Tijdens het debat over Polen in de West-Duitse Bondsdag heeft bondskanselier Helmut Schmidt het zwaar te verduren gehad. Hij toonde eensgezindheid met de Amerikaanse politiek, maar beloofde geen strafmaatregelen tegen de Sovjet-Unie. Schmidt is nog maar kort terug van een reis naar de VS. Hij ging terug via Parijs. Ben Knapen nu vanuit Bonn. Vanmiddag dan, na alle moeilijkheden van Helmut Schmidt met de bondgenoten, de eerste confrontatie met het eigen parlement. Schmidt is de afgelopen dagen druk doende geweest om de meningsverschillen over Polen in het buitenland zoveel mogelijk te lijmen. En om die reden was hij gisteravond nog in Parijs en sprak met François Mitterrand. Zo op het oog staan de klokken tussen Bonn en de bondgenoten intussen dan ook weer gelijk. Hoort u wat Helmut Schmidt vanmiddag zei? Wir appellieren gleichermaßen an die Sowjetunion, den Willen der Polen zur nationalen Unabhängigkeit und zur inneren Erneuerung und Reform zu respektieren. Dieser Wille entspringt den Menschenrechten der Polen. Er ist legitim, er ist gerechtfertigt und er ist moralisch geboten. Dus nu ook een krachtige, beschuldigende vinger in de richting van de Sovjet-Unie. En dat is iets wat het Westen de afgelopen weken had afgesproken. De aanvankelijke eensgezindheid tussen regeringspartijen en oppositie is hier intussen volkomen verdwenen. Het ging vanmiddag in de Bondsdag hart tegen hart. Oppositieleider Helmut Kohl beschuldigde de bondskanselier ervan met een opportunistische politiek veel vertrouwen in het westelijke buitenland kapot te hebben gemaakt. De druk op de West-Duitse regering vanuit het buitenland en nu ook vanuit de eigen oppositie om een krachtiger vuist te ballen in de richting van de Sovjet-Unie, die druk die neemt toe. Hoe moeilijk Schmidt het daarmee kennelijk heeft, bleek vanmiddag in het debat even. Schmidt ging zover dat hij in een bui van woede de oppositie ervan beschuldigde nazi-sentimenten los te weken. Een ongelukkig voorval wat tot groot tumult leidde en tegelijkertijd illustreerde dat bij Helmut Schmidt even de zekeringen doorsloegen.
Aan het slot kreeg Helmut Schmid vanmiddag de steun van de regeringspartijen voor zijn beleid. Dat wel. Maar toch ook aan het eind van 4 weken crisis rondom Polen de onmiskenbare indruk dat een geïrriteerde bondskanselier op dit moment internationaal met de rug tegen de muur staat. Ben Knapen uit Bonn. Schmid maakte verder nog duidelijk dat het omstreden contract voor de gasleveranties door de Sovjets zal worden uitgevoerd. Vlak voor het begin van het debat in het West-Duitse parlement werd door de Rooms-Katholieke kardinaal Höfner scherpe kritiek geuit op de Poolse militaire leiders. Minister Terlouw van Economische Zaken heeft oud-minister Albeda en de oud-voorzitter van NVV en VARA, Kloos, benoemd in de voortgangscommissie Industriebeleid. Deze commissie moet een leidende rol gaan vervullen bij de vernieuwing van onze industrie en staat onder leiding van de vroegere Shell-topman Wagner. Wagner leidde ook een eerdere commissie die de regering adviseerde over het te voeren industriebeleid. De benoeming vandaag in de tweede commissie Wagner van Albeda en Kloos heeft nogal wat stof doen opwaaien. Ze zijn in de plaats gekomen van de FNV-econoom Inja en de voorzitter van de Industriebond CNV Esther. Inja was voor commissievoorzitter Wagner niet aanvaardbaar omdat hij te nauw met de FNV verbonden is. Uit protest daartegen trok Esther van het CNV zich daarop terug. Ja of nee Elfstedentocht. De spanning blijft er nog een paar dagen in, want vandaag heeft de Elfstedenvereniging nog geen beslissing genomen over een datum. Het ijs is op veel plaatsen nog niet sterk genoeg om de duizenden deelnemers te dragen. Die mededeling deed de Elfstedenvereniging, zeg maar het organisatiecomité, op een persconferentie aan het begin van de avond in Leeuwarden. Voor ons luisterde daar verslaggever Hugo van Rijn. De unanieme conclusie van alle rayonhoofden, en dat zijn mensen die echt wel weten waar ze over praten, die dit jarenlang doen, die ter plaatse zeer goed bekend zijn, de unanieme conclusie van alle rayonhoofden was, en een conclusie die is door alle 11 leden van dit bestuur overgenomen, dat het helaas op dit moment niet mogelijk is om die streefdatum te noemen. Je kunt pas een streefdatum noemen wanneer grote delen van het traject van voldoende dik ijs zijn voorzien. En dat is op dit moment nog niet het geval. Daarvoor hebben wij strenge vorst nodig. Geen beslissing dus nog vanmiddag hier in Leeuwarden. Wat het gesprek van de dag was, wat al een run op hotelkamers veroorzaakte en een gekkenhuis bij de VVV, een mogelijke 13e Elfstedentocht, daartoe is dus nog niet besloten. Daarvoor is op veel plaatsen, langs de ruim 220 kilometer lange route, het ijs nog lang niet dik genoeg. Vanmorgen gingen overal langs die route de controleurs van de vereniging De Friese Elfsteden het ijs op om te peilen hoe dik het was. De minimale dikte die nodig is om er veilig de verwachte 16.000 schaatsers overheen te laten rijden, die minimale dikte is 15 centimeter. Optimistisch als men eerder vandaag nog was in Friesland, begon men op sommige plaatsen wel de route maar vast schoon te schuiven. Het standbeeld van de Friese Elfstedenrijder en de naam daarop van de laatste winnaar. Vlak naast de Frieslandhal in Leeuwarden, waar de rayonhoofden van de Elfstedenvereniging om 1 uur vanmiddag bij elkaar kwamen om definitief ja of nee tegen een Elfstedentocht volgende week te zeggen. Maar zij namen dus nog geen beslissing. Het ijs bleek op te veel plaatsen dus nog niet dik genoeg. Op deze kaart ziet u waar zich nog de grootste problemen voordoen. De tocht begint in Leeuwarden, gaat dan naar het zuiden. Wel, veel problemen zijn er nog rond Sneek. Ook ten zuiden van Sneek zitten nog minstens 6 grote wakken. Erg onbetrouwbaar is het ijs verder nog in Bolsward en ook in Harlingen. Met name daar onder de bruggen is het te dun. En tot slot om de noord, boven Leeuwarden, op weg naar Dokkum. En terug tussen Dokkum en Leeuwarden zijn nog volop problemen. Dan nu de weersverwachting van het KNMI geldig tot morgenavond. Zonnig weer, minimumtemperatuur omstreeks min 9 graden, middagtemperatuur om het vriespunt. Matige wind uit het zuidoosten. De vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag zijn zonnig en bijna overal droog. In de nacht en ochtend lichte vorst en middagtemperatuur enkele graden boven nul. Einde van dit journaal, dames en heren. Goedenavond.